Hi, ik ben Tom Lassing, webmaster van pleinbest.nl. Ik krijg wel eens vragen van ja, hoe kan ik nou berichten op Pleinbest zetten en wat voor berichten kan ik erop zetten? Nou, als eerste is belangrijk dat je een account hebt bij Pleinbest. En dat is heel makkelijk. Je kan je hier gewoon inschrijven. Als je daarop klikt, komt er een punt aan, profiel voor personen en dan kan je daarna een pagina maken. Dus dat spreekt voor zich. Kwestie van hier klikken. Heb je een account, dan kan je inloggen. Nou, ook dat is niet zo heel erg moeilijk. En je kan kiezen met inloggen met Facebook of inloggen met e-mailadres. Je vult je adres in en dan kom je erbij. Ik ga dat eventjes laten zien, maar ik ga even inloggen en dat gaan we eventjes anders regelen. Zo, daar was ik weer. Ik moest eventjes inloggen. Ik heb ingelogd bij Pleinbest en dan krijg je dat je dan eigenlijk dit ziet. Dan zie je je eigen foto als je een foto hebt ingebracht. En je ziet hier de knop toevoegen. En dat is een hele mooie, want als je dan dat doet, dan krijg je een lijstje met wat je kan doen. Je kan een bericht plaatsen, je kan een activiteit in de agenda zetten, je kan een prikbordadvertentie zetten, een hulpvraag of aanbod inbrengen of een pagina gaan aanmaken. Wat je maar wil. En het mooie is, stel je voor dat je iets hebt georganiseerd. Op dit moment is heel actueel de Halloween-tochten. Dan kan je daar een bericht over schrijven, maar je kan hem ook in de agenda zetten door er een activiteit van te maken. En zo kan je dus nog meer mensen vinden. De nieuwsbrief die wekelijks verstuurd wordt, gaat naar meer dan 450 mensen hier in Best. Dus ook dat is natuurlijk heel mooi om heel snel flinke hoeveelheid mensen te bereiken. Op het moment dat je een artikel plaatst, een bericht, nou ik ga daar eens eventjes, dan kan je kiezen namens wie je dat doet. Nou, je kan het namens jezelf doen, maar je kan ook namens waar je dus aan gekoppeld zit. Nou, en ik heb verschillende dingen, Mooi Best bijvoorbeeld, maar ook bij de buurtverbinders, testgroep. Er zijn dus in mijn eigen bedrijf, er zijn verschillende mogelijkheden namens wie ik dan kan plaatsen. En wat je dan kan doen is naar volgende gaan en zo moet je stuk voor stuk alles gaan invullen. En dan komt er ook op een gegeven moment de vraag of je een foto hebt. En ik raad je aan foto's te gebruiken, maar wel je eigen foto's. En dat je dus toestemming hebt om ze te gebruiken. Want een foto van een ander gebruiker kan je enorme problemen op gaan leveren. Dat moet je niet willen. Maar zet er alsjeblieft een foto bij. Want ik wil op de voorpagina heel graag artikelen plaatsen, maar dan wel graag met een foto. Dat maakt het wat mooier. Nou, is het zo dat we al bezig zijn met een test om die voorpagina mooier te maken? En dat ga ik even laten zien. Ik moet even kijken dat mijn muis het goed doet. En dit heeft nog niemand eerder gezien in Best, dus ik ga het eventjes laten zien. Dit is eventueel de nieuwe weergave van de website, als het doorgaat. We zijn er nog mee bezig of dit zo... En dan ziet hij er zo uit. Dus het is wel even een verschil. Maar dan zie je dat die foto ontzettend belangrijk is. Want zonder foto, ja, dan blijft er niks over. Dus het is echt van belang dat je er altijd een foto bij zet. En dat belang wordt alleen maar groter. Nou, ga ik nu even terug. Dan moet ik even zien dat ik helemaal naar beneden kom. Ja, mijn muis die pakt hem niet zo lekker. Maar dat ligt aan mijn muis, niet aan... Zo. Een van de berichten bijvoorbeeld die net binnen is gekomen, helaas, en dan ga ik even de uitgelichte berichten, is hier een bericht over lezingen Sint-Odulfsgilde. Geen foto, ja dan zet ik hem niet op de voorpagina. Hij komt wel gewoon in de berichten, dus als iemand hier bericht dan zie je dat. Maar hij komt dus niet op de voorpagina, want dan zet ik hem niet, want dan heb ik daar een gat. Het is echt van belang dat je er een foto bij zet. Nou, dan is deze lezing is in de Prinsenhof. Ja, maak dan een foto van de Prinsenhof en dan zet die erbij. Dan weet iedereen ook, oh, daar is het. Kan allemaal, hè, maar maak dat er een foto bij komt. Want, en ik kan dat niet voor je doen. Je moet dat echt zelf doen. Dat kan niet voor iedereen. Maar je ziet, bijna iedereen doet dat. Maar als die er niet bij staat, ja, dan houdt het al op. En zeker naar de toekomst toe wordt het enorm belangrijk. Agenda is ook belangrijk. Daar staat alles in wat er gaat gebeuren. Maar zet het er dan ook in. En je ziet, het is vandaag vrijdag 18 oktober. Vandaag is de buurtkamer in het buurthuis Cadans. Tussen 10 en 12. Het is nu dat ik dat doe, is het 9. Dus zou het nog kunnen gaan. Nou, dat soort zaken zijn belangrijk. Morgen ook een aantal dingen die erin staan. Halloween en Batendorp bijvoorbeeld.
Dat is hartstikke mooi dat hij hier al in staat. Maar zet hem ook in een artikel. Maak er ook een artikeltje van. Dan is dat ook leuk om het te zien. Maar hij staat in ieder geval in de agenda. Dat is een goede zaak. Daar ben ik heel blij om. Maar als je nou ook een artikeltje maakt, vooraf, van hé, dat gaan we doen. Maar ook achteraf. Gebruik die ruimte. We hebben het. Nou, je kan als bewoner kan je een stukje schrijven. Je kan als vereniging of activiteit kan je dat doen. Je mag ook als ondernemer artikeltjes schrijven. Maar laat het wel een maatschappelijk nut hebben. Dus op het moment dat je bij wijze van spreken, je gaat de atletiekvereniging sponsoren. Zet daar een artikeltje van in. En verwijs dan ook naar je winkel of je bedrijf. Dat mag. Maar wel dat maatschappelijke koppeling, dat die erbij is. Het is geen spamming. Dat willen we hier niet hebben. Dat zou zonde zijn. Nou, Plein Best is niet van mij. Plein Best is van de stichting Plein Best. En daar ben ik dan wel de voorzitter van. Maar het is een vrijwilligersorganisatie. Het is geen commercieel bedrijf. Plein Best wordt onder andere door de gemeente gefinancierd vanwege het technische verhaal. We gaan steeds meer proberen om onze eigen broek op te houden als vereniging, als stichting moet ik zeggen. Maar het is een voor en door bewoners. Geen commercieel oogmerk voor Plein Best. Dus gebruik het alsjeblieft. We willen het ontmoeten, vinden en verbinden. Dat zijn de woorden waarvan we hebben gezegd, daar staan we voor. Nou, en dat willen we gaan bewerkstelligen met Plein Best. Maar daar hebben we jou voor nodig als bewoner. Jij moet aan activiteiten of die je organiseert of waar je bent geweest. Dat mag ook dat je erover schrijft. Ook dat is leuk voor degene die iets hebben gedaan. En maakt dat anderen er ook op gewezen worden. Zeker als het iets is wat terug gaat komen, is het leuk om daar over te schrijven en er reclame voor te maken. Dus gebruik het vooral. Maar het is dus echt dit knopje als je bent ingelogd toevoegen en dan kan je dus al dingen doen. En ik kan alleen maar oproepen, maak er gebruik van. Het is zonde om niet te doen. Prikbord bijvoorbeeld is ook een hele leuke. Daar kan je van alles en wat. Nou, Riet Lamers heeft daar Halloween spullen. Heeft ze aangekondigd van, nou, die kleine vergoeding te leen. Nou, fantastisch. Dat kan dus prachtig gebruikt worden dit weekend. Het zou dus hartstikke mooi zijn. Joke Hover heeft 4 velgen. Die ze in aanbieding heeft. Zet het erop, je kan het allemaal gebruiken. Elkaar helpen, ook heel mooi. Hoe kan je anderen helpen, maar ook hoe kan jij hulp vragen? Het mag hier allemaal. Dus gebruik het, alsjeblieft, het is ervoor. Het is zonde als we het niet gebruiken. Nou, en ik heb al laten zien, de site gaat er binnenkort heel anders uitzien. En ik hoop je vaker op de website aan te treffen en ook artikeltjes van je te zien met foto. Daar laat ik het bij, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!